In de laatste etappe van de Vuelta slaat Bauke Mollema nog één keer toe. Op de streep in Madrid sleept hij de groene trui in de wacht. En dat zorgt voor grote vreugde bij de Rabo-ploeg. Wat een dag, wat een slot. Ja, heel mooi slot, ja. Mooie kerst op de taart, zo'n groene trui, absoluut. Hoe ging het onderweg? Want ze probeerden je van alles moeilijk te maken. Ja, het was wel best gevaarlijk natuurlijk. Ja, het is eigenlijk maar 50 kilometer of zo koers en iedereen is fit. En ja, veel sprinters op zo'n parcours, dan, ja, dan is het best gevaarlijk. En ja, die mannen van Rodriguez, die probeerden elke bocht, dan kwamen ze zo binnendoor. En dan lieten ze een gaatje vallen steeds voor mij. Maar ja, ik denk de ploeg heeft mij goed ervoor gehouden steeds. En ja, de laatste ronde, toen zak ik rond plek 20 of zo in die bocht. En ja, het was goed voor mij dat het een klein beetje weer opliep. En dan kon ik nog een man of 10 op een gegeven moment inhalen. En ja, die laatste paar honderd meter, toen wist ik wel dat het goed zat. Kijk je er ook nog waar Rodriguez zit? Nee, nou, ik keek wel even, ja, ik had een hele ronde eigenlijk niet gezien, al die rondjes. Maar ja, ik denk van hetzelfde rad zit hij ineens in mijn wiel. Dus ik keek wel even over mijn schouder nog die laatste 100 meter. Maar ja, ik dacht al dat hij niet zat en gelukkig was het niet zo. En Bauke, eigenlijk is dit een slot dat past op een geweldige Vuelta voor jou. Ja, ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk mooi om zo af te sluiten. Sowieso wel leuk om tot de laatste dag iets te hebben om nog voor te rijden, denk ik. En anders is het hier ook een stuk minder leuk. Helemaal hier op het podium te staan met al die mensen is wel gaaf. Je hebt de rode trui gehad, je hebt de witte trui gehad, je neemt de groene mee. Het tekent hoe goed je gereden hebt hier in Spanje. Ja, denk het wel. Ja. Misschien ja, ik ben gewoon blij hoe het gegaan is deze hele ronde. En ja, die groene trui is dan een mooie beloning, natuurlijk niet verwacht, maar daarom niet minder mooi. En ja, ik ben gewoon vooral met mijn klassementen misschien nog ja, meer tevreden dan dat had ik alleen maar durven hopen van tevoren. Is dit eigenlijk dan ook je definitieve doorbraak als rondrenner? Ja, misschien wel. Ja, ik denk het wel. Ja, nu voor het eerst echt vierde dan en voor de overwinning eigenlijk lang mee kunnen strijden. Dus ja, dat is denk ik wel een belangrijke stap in mijn carrière. Top, gaat lekker vieren vanavond. Ga ik doen.